ik vind het leuk om hier te zijn. Het is al 2, 3, 4 weken geleden volgens mij. En de vorige keer hebben we het gehad over wereldbeelden. Kunnen jullie dat nog herinneren? Ja. En ik heb eigenlijk 2 verschillende wereldbeelden behandeld. Eén wereldbeeld die we als christen hebben. Dus hoe bekijken we de wereld om ons heen? Nou, dan bekijken we de wereld om ons heen aan de hand van de Bijbel. En we geloven dat de wereld gemaakt is door de Heere God. En ik heb het seculiere wereldbeeld behandeld. Het seculiere wereldbeeld dat eigenlijk zegt van, nou, er is niets bovennatuurlijks. Alles is te verklaren door natuurlijke dingen. Dus dat moet ook bewezen kunnen worden, je moet het ook kunnen, mee kunnen experimenteren. Nou, we hebben gezien dat beide wereldbeelden uiteindelijk voortkomen uit eigenlijk vooringenomen standpunten. Eigenlijk vanuit een geloofspunt. Kunnen jullie dat nog herinneren? Oh, ik dacht dat de deur had. Ja, dat deed ik. Nou, en wat we heel vaak te horen krijgen is natuurlijk dat hoe wij de wereld om ons heen bekijken, dan zeggen ze, ja, dat is geloof. He, als ze zeggen van de Heer God heeft de wereld geschapen, dan zeggen ze dat is geloof. En daar schrikken we natuurlijk altijd een beetje van, omdat we het zo gewend zijn in Nederland, maar ook in dit gedeelte van Europa, om te zeggen van nou, we moeten overal bewijzen voor hebben. Nou, dat kunnen we nou juist niet bewijzen. We kunnen niet bewijzen dat de Heer God Adam en Eva heeft gemaakt. We waren er niet bij. Adam woont niet om de hoek, je kunt het niet nog even vragen. En ik had uitgelegd dat we de Heere God kunnen. We kunnen ook niet experimenteren met de Heere God. We kunnen hem niet in een reageerbuisje stoppen, een beetje wisselen en kijken of hij bestaat. Dat kon allemaal niet. Dus ja, ons beginpunt was gebaseerd op geloof. Maar, zei ik er tegelijkertijd bij, iemand die gelooft dat er niets is, behalve datgene dat we zien en kunnen waarnemen, die gelooft net zo goed iets. Die gelooft namelijk dat alles spontaan is ontstaan. En sommigen zeggen dan wel van, nou nee, het kwam uit de ruimte drijven naar de aarde toe. Maar uiteindelijk, als je helemaal teruggaat naar het begin, moet je dan wel zeggen dat het per ongeluk is gebeurd. Spontaan, zonder dat er een intelligent iemand aan te pas is gekomen. Dus het seculiere wereldbeeld begint ook met geloof. Nou, vandaag wil ik met jullie eens gaan nadenken over overheersende theorie die de mensen hebben die meestal niet in de Heere God geloven. Sommige mensen die in de Heere God geloven, die geloven ook dat deze theorie klopt. En dat is de theorie van evolutie. Ja, want als je natuurlijk niet in de Heere God gelooft, of als je het belangrijk vindt dat wetenschap het voor het zeggen heeft, ook in jou, in de manier hoe jij denkt over hoe de wereld ontstaan is, dan zal je dus moeten komen met een alternatief. Nou denken heel veel mensen dat Charles Darwin degene is die de theorie bedacht heeft. Maar zo is het niet helemaal. Hij heeft eigenlijk voortgeborduurd op een theorie die al langer in omloop was. Zelfs al, het is een beetje slecht te zien met het licht, maar zelfs al ongeveer 600 jaar voor Christus was er... Doen in deze klas. Nou, 610 voor Christus, dat is een heel tijd geleden. Ik kan het me niet zo goed herinneren, jullie waarschijnlijk ook niet, maar toen was er een meneer met een hele moeilijke naam, Anaximandros, hoe je dat ook mag uitspreken. En die geloofde eigenlijk dat vissen de eerste levende wezens waren en dat dieren en mensen daaruit waren ontstaan. Hey, dat is apart, dat lijkt eigenlijk op de evolutietheorie. De opa van Charles Darwin, die had eigenlijk ook al een idee dat alle warmbloedige dieren een gemeenschappelijke afstamming hadden. Dus warmbloedige dieren kwamen uiteindelijk uit één gemeenschappelijke afstamming. Zo zie je dat de theorie in bepaalde vorm al heel lang aanwezig was. Dus om te zeggen dat Charles Darwin degene is die het uitgevonden heeft, nee. Hij heeft wel een boek geschreven die heel populair werd. En waarin hij op een redelijk begrijpbare manier uitlegde hoe het werkte. Nou,
Nu moeten we natuurlijk wel voor ogen houden dat evolutietheorie, wanneer je over evolutietheorie spreekt, dan zeggen heel veel mensen dat gaat alleen over verandering in organismen. Dus verandering van een aapachtige tot aan de mens. Dat is evolutie volgens heel veel mensen. En alle andere dingen, dat heeft niets met evolutie te maken. Dat is waar. Maar als we nou goed bekijken naar dat hele seculiere wereldbeeld, dan zou je dus ook moeten komen met oorsprong van alles wat we om ons heen hebben, de kosmos. En ik heb de vorige keer uitgelegd, de kosmos bestaat uit tijd, ruimte en materie. Weten we dat nog? Want als je wil lopen en er is geen ruimte, dan kun je niet lopen. Als je wil lopen en er is niets om op te lopen, dan gaat het ook niet lukken. En als je wil lopen van punt A naar punt B, maar er is geen tijd, dan heb je geen flauw idee hoe lang je erover doet. En voor lopen hebben we ook nog energie nodig, dus dan moet je heel veel snoep voor eten. Zijn jullie het mee eens? Energie. Nou zeg dus, de mensen die dus niet in de Heere God geloven, dat het er is kosmische evolutie. Ik zal jullie straks uitleggen wat het ongeveer is. Een andere vorm van evolutie is stellaire evolutie. De vorming van sterren. Wij zien heel veel sterren om ons heen. In de Bijbel staat dat de Heer ze gemaakt heeft. En dat is allemaal bekend. Maar ja, als je niet in de Heere God gelooft, dan moet je dus wel met een theorie komen hoe die dingen ontstaan zijn. Dus komen ze met het idee dat dat spontaan is ontstaan van de eerste stofjes die vrijgekomen zijn na de kosmische evolutie, de Big Bang. Dan gaan we naar de chemische evolutie. Och, mensen, wat een moeilijke termen. Chemische evolutie, wie heeft er wel eens van ijzer gehoord? Ah, wie heeft er wel eens van zuurstof gehoord? Allemaal. IJzer en zuurstof bestaan uit hele kleine elementjes. Zuurstof, wie weet het, is O2. Twee deeltjes zuurstof bij elkaar. Twee deeltjes is wat we nodig hebben om te leven. De ozon heeft er 3. Dat zijn elementjes. Hoe komen die er? Uit het niets. Nou, dat is geëvolueerd, zeggen ze dan. Nou, dan hebben we er nog eentje, planetaire evolutie. Misschien zegt het jullie al iets. Waar lijkt het woordje op? Planeten. Want de planeten zijn toch iets anders dan de sterren. En ook de planeten moesten dus ontstaan. Dan vervolgens hebben we organische evolutie. Dat is dus dat iets voortkomt uit niets. En dat ook nog eens begint te leven. Nou, dat is een heel bijzondere truc. En dan hebben we de macro-evolutie en zeggen dan vele wetenschappers, dat is waar het echt om draait in evolutie, dat is dus de aapachtige tot mens. Ook al best wel heel bijzonder. Nou heb ik die eerste 6 punten, heb ik, gemeen als ik ben, geloofsleer genoemd. Want die kunnen we niet bewijzen, al zeggen we met z'n allen wel dat het zo is, al ga je op de kop staan, ze zijn niet te bewijzen. Net zo goed als wij niet kunnen bewijzen dat de Heer alles gemaakt heeft, kunnen de mensen die in deze theorie geloven niet keihard bewijzen dat het zo gegaan is. Ze zeggen er wel aanwijzingen voor te hebben. En aan de hand van de aanwijzingen zeggen ze dan, die zijn zoveel dat het moet wel zo gebeurd zijn. Maar nog steeds is het een aanname. Wat ik vorige week gezegd heb in wereldbeeld, een aanname is dus waar je je wereldbeeld op bouwt. Het is een ja, die komt nog. De 7e komt nog. Het vertrouwen in de waarheid van iets. Hey, dat staat ook in de Bijbel. Geloof is het zeker weten van de dingen die men niet ziet. Het vertrouwen van iets. En ik heb dus die eerste 6 punten heb ik gezegd, dat is eigenlijk geloof. Nou, als iemand die hierin gelooft dat nou hoort, dat ik dat zeg, dan springen ze uit hun vel. Want het is niet zo, want het is wetenschappelijk. Nou ja, dat zullen we dan zo zien zometeen. En dan hebben we als laatste punt 7, micro-evolutie noemen we dat.
En dan zeggen heel veel mensen die in de evolutietheorie geloven, ja, dat is een truc van die mensen die in God geloven. Want er is niet zoiets als micro-evolutie. Alles is evolutie. Micro-evolutie is dat ik hier zie bruine kinderen zitten, blanke kinderen zitten. Ik zie blonde kinderen zitten, kinderen met blauwe ogen, met groene ogen. Dat is variatie. Variatie. Zijn jullie, zitten hier kinderen die misschien net geen mens zijn? Of zijn jullie allemaal mens? Nee, wat ben jij? Een aap. Een aap. Oh. Ik denk, je komt nou aan met een ezel of zo. Maar, Nou, ik ben ook een aap. Nee, jullie zijn allemaal mens. Maar jullie lijken allemaal, jullie zijn allemaal een klein beetje anders. Dat noemen we variatie. En die variatie, nu zeggen de mensen die in de evolutietheorie geloven, als dat maar veel vaak genoeg gebeurt, dan wordt dat vanzelf totaal iets anders. Dus die aapachtige, omdat die blauwe ogen had, groene ogen, paarse tenen, weet ik veel wat, als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan verandert hij dus langzamerhand in een wezen dat meer op een mens begon te lijken, zeggen ze. Nou, dat is eigenlijk onzin, dat is nog nooit gezien. Micro-evolutie is wel gezien, dat kunnen wij hier in de klas zien. Variatie. Ik noem het altijd variatie binnen een soort. Krijgen we ook weer ruzie over, want tegenwoordig zegt iedereen van ja, een soort is totaal iets anders. Nou, wat ik ermee bedoel is eigenlijk de variatie binnen de mensensoort, een variatie binnen de paardachtige soort, enzovoorts. Yes. Nou, we gaan eens even verder kijken. Die kosmische evolutie, kijk, die hadden we wel. Micro-evolutie kunnen we waarnemen, die kunnen we zelfs testen. He, als we dieren gaan fokken bijvoorbeeld, we hebben hoeveel soorten honden hebben we ongeveer? 358 erkende hondenrassen. 358 erkend, hè? En dan nog al die vuilnisbakkenrassies erbij ook. Dat is variatie. Zitten daar katachtigen bij of zijn het uiteindelijk allemaal honden? Honden. Dus dan kunnen we waarnemen en testen. Honden. Kosmische evolutie. Het ontstaan van tijd, ruimte en materie, had ik gezegd. Nou, ik had al gezegd dat dat voort moest komen uit de Big Bang. Hebben jullie daar wel eens van gehoord, de Big Bang? Ja. Wat zeg jij? Oerknal. Ze beweren eigenlijk dat er niets was en dat niets dat plofte. Nou, dat is natuurlijk ontzettend knap. Ik heb vorige week heb ik iemand voorgelezen, iemand die zei dat er een plotselinge wetteloosheid was. Weet u, wetteloosheid, dat is het tegenovergestelde van dat er een wet is. Die zijn alle wetten die we kennen, die waren er toen eventjes niet en daardoor kon er iets wat niets was ontploffen. Dat zegt onzin. Ja, maar dat is wetenschap. Oh nee, wetenschap is niet onzin, want wetenschap is wetenschap. Maar je moet je op een gegeven moment wel in een bepaalde bocht weten te wringen, om toch maar te kunnen uitleggen hoe alles ontstaan is. De problemen die opkomen met de Big Bang, met de oerknal, is dit. Kunnen we het zien? Dat zijn allemaal explosies. Uit een explosie komt eigenlijk nooit wat goed spoort. In de oorlog gaan ze ervan uit dat als je ergens een bom opgooit, dat de boel stuk gaat. Dat zou heel naar zijn, namelijk als die bom in één keer wat anders zou gaan doen, dan ben je aan de verlies in de hand. Dus alle explosies die wij waarnemen, die brengen eigenlijk rommel voort. En dat noemen we met een moeilijk woord entropie. Entropie. En dat komt erop neer dat, ik heb het hier al opgeschreven, dat er is een wet en die zegt eigenlijk dat energie kan niet ontstaan uit niets. Energie kan niet ontstaan uit niets. Dus die oerknal kan al volgens die natuurwet niet. En de tweede wet van thermodynamica die zegt eigenlijk dat er geen orde uit wanorde kan ontstaan. En dan wordt er tegen gezegd, ja dat kan wel als er maar energie van buiten afkomt. En dan zeg ik wel eens van, nou waar komt die energie vandaan? Nou, op aarde bijvoorbeeld de energie van de zon. Nou, dat is snel opgelost, want als jij een auto hebt en je zet die buiten in de zon en die laat je daar een paar jaar staan, dan zal je gauw opvallen dat de mooie rode kleur van je auto langzaam roze wordt en op een gegeven moment gaat die auto toch stuk door de zonnestralen. Zonnestralen werken niet zo heel erg motiverend om iets moois te maken. We hebben zon wel nodig, dat is bijzonder. Planten hebben de zon wel nodig om te leven, maar op alleen zonne-energie zal er niet zomaar iets moois ontstaan.
Dus, die Big Bang, wat zeggen we ervan? Oh, we zullen het zien. Die gaat op in rook, de Big Bang. Weet u die moeilijke term nog, stellaire evolutie, vorming van sterren? Nou, wat is nou het idee erachter dat de sterren, de Heere God heeft de sterren gemaakt, staat er in de Bijbel. Dat vind ik een vrij makkelijke oplossing. Want wat zeggen de mensen die in evolutietheorie geloven? Ja, 13,7 miljard jaar geleden, dat is een 13 met hoeveel nullen? Wie weet dat? 9 nullen. Dat kun je zowat niet tellen op een dag. Dat red je net niet, denk ik, op een dag om zoveel te tellen, denk je wel? No. Maar volgens de wetenschap is het ongeveer 13,7 miljard jaar geleden dat deze explosie plaatsvond. En die explosie die kwam voort uit dat puntje tussen die twee pijlen. Er was helemaal niets en toen kwam... Wat is niets ook alweer? Niets. Nee, niks. Was er ruimte? Nee. Was er iets wat we konden aanraken? Nee, er was niets. En toch kwam dat puntje daar en dat puntje dat was, op heden, 10 kwadriljard graden Celsius. Dat is heet. Daar kun je je hele huis van verwarmen en wel een paar jaar lang, denk ik. Dat is heel heet. En dat puntje, die werd daar zo zenuwachtig van dat het ontzettend hard begon rond te draaien. En iets dat heel hard ronddraait, dat wil naar buiten toe vliegen. En dat deed dat puntje. En met een enorme kracht spatte dat puntje uit elkaar. En tijdens die enorme knal kwamen er een paar stofjes vrij. Ik denk, even kijken. Kijk, ik heb, oh, hier heb ik hem. Even kijken hoor. Oh ja. Uit die explosie kwamen een paar stofjes vrij, onder andere waterstof. Waar ons water ook, dat zit ook in water, hè, waterstof. En die stofjes, die elementjes, die begonnen samen te klonteren. Ook maar weer zomaar. Doe je niks al. Die elementen die doen maar wat. En die beginnen zomaar samen te klonteren. En daaruit ontstonden de eerste sterren. Ja, ja, je kijkt net zo naar me van wat een onzin, maar het is echt wat de wetenschap inmiddels weet. Weten ze dat of geloven ze dat? Nou hebben ze wel eventjes hun best gedaan, en, want wetenschap is prachtig hoor, want we hebben heel veel goede dingen aan de wetenschap overgehouden. Hè. Als ik hoofdpijn heb, dan kan ik een aspirintje nemen, of een paracetamol. Want de wetenschap heeft uitgevonden dat als je die dus inslikt, dat stofje, dat de hoofdpijn overgaat. Er zijn heel veel, als ik mijn been breek, dan beginnen ze er niet meer gelijk in te zagen. Maar dan zetten ze er een knap stukje gips omheen. Wetenschap, jongens, dat is fantastisch. Maar soms gaat wetenschap zijn boekje te buiten door te zeggen van wij weten hoe het allemaal begonnen is. Nou, dit is een van de dingen waar ze een boekje te buiten gaan. Ze hebben wel ongeveer berekend, ongeveer voorzichtig, hoeveel sterren er moeten zijn in het heelal. En dat zouden er ongeveer 10 triljard zijn. Dat kan je niet tellen, dat staat zelf niet maar. Nee, je kunt ze niet tellen, dus ze hebben daarom zeggen ze dat het is een ongeveer schatting. Ze hebben het ongeveer geprobeerd. 10 triljard sterren. Nu moeten we even nadenken. 13,7 miljard was die oerknal. Daaruit zijn ontstaan. Meer dan 10 triljard sterren zijn ontstaan in 13,7 miljard jaar. Hoeveel sterren moeten er dan per jaar ontstaan om al die sterren nu te hebben? Ga maar niet rekenen, doe maar niet. Ik wil niet op je rekening zien. Ongeveer 729 miljard sterren per jaar om deze hoeveelheid sterren nu te krijgen. Dus per jaar moeten er 729 miljard sterren ontstaan. Nou, nu zeggen ze dat is allemaal in de beginperiode geweest. Nou, moeilijk. Maar goed, dat zijn dus 1,9 miljard per dag. Ofwel 79 miljoen per uur. Het zou toch vreemd zijn als we niet
nooit eens een keer een ster geboren zien worden, toch? Je zou moeten zeggen, nou, nu zien we, nu gaan we door de telescoop kijken, dan moet toch wel ergens te zien zijn dat er een keer een ster bij komt, toch? Dat lijkt me logisch. Ja, want dat proces gaat nog steeds door. Dus, kijk eens, door grote telescopen, heel knap, ook weer wetenschap, verschrikkelijk knap die grote telescopen, meen ik echt. En dan zien ze een wolk, heel slecht te zien daar, en die wolk, daar zien ze lichtpuntjes in. En die lichtpuntjes worden elke keer feller en groter. Aha, zeggen ze, zie je wel, in die wolk, daar ontstaan de sterren in. Kan het misschien ook wezen dat die wolk misschien wat dunner wordt? Net zo goed als de wolk die voor de zon hangt. Eerst zie je de zon niet en op een gegeven moment begint die wolk langzaam uit elkaar te drijven en dan begin je langzaam de zon te zien. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Dus kunnen we zomaar keihard zeggen, daar worden nieuwe sterren geboren? Nee. Nee, dat denken we. Maar dat hoeft helemaal niet. Wat we wel zien, is dit. En dit is een hele vervelende. Een supernova. Een explosie van een ster. Oh, okay. En die zien we wel heel vaak. Dus dat is een beetje vervelend. We zien wel heel vaak sterren ontploffen. Maar we hebben ze nog niet gezien hoe ze gemaakt werden of hoe ze ontstaan. Dus we zien ze wel verdwijnen, maar er komen geen nieuwe in de plaats. Nou hebben er wel eens een paar mensen gezegd, ja, maar dat kan ook komen als er een paar sterren dicht bij elkaar staan die dan ontploffen. Dat door die kracht die daarbij vrijkomt, dat daardoor een nieuwe ster ontstaat. Dat is interessant. Je moet dus 5 sterren verliezen om 1 ster te winnen. Dat is ongeveer als ik ga 1 stap vooruit en 5 stappen achteruit. Dat gaat niet werken, hè? Ik ga niet erg hard vooruit, toch? Dus, nou, het is een bijzondere theorie, maar het gaat niet werken. Nou, dan komen we bij de chemische evolutie, als hij het doet. Als ik hem even aanklik. Kijk, die hebben we net al even behandeld natuurlijk, chemische evolutie, want die sterren die doen iets heel bijzonders. Er was in het begin nog maar heel weinig, er was waterstof, helium en misschien lithium, nou dat zijn allemaal moeilijke woorden, waterstof hebben jullie vast wel van gehoord, helium ook wel eens, dat doen ze wel eens in de boren en zo, en die zijn ontstaan. Daaruit zijn de sterren ontstaan, zeggen ze. Maar die sterren die doen nog iets bijzonders. Die maken namelijk op hun beurt weer andere elementen. Die zorgen ervoor dat het waterstof en die helium en misschien dat er lithium bij zit, dat gaat heel hard samen, dat wordt heel erg samengeperst. En daaruit komen andere elementen. Elementen als bijvoorbeeld H2O. Waterstof, die hadden we al. Zuurstof doe je erbij en dan heb je water. Kijk, daar heb je een water. 1 deeltje zuurstof, 2 deeltjes waterstof en dan heb je water. Nou, die zuurstof die was er nog niet. Die O, oxygen, die was er nog niet. En dat is ontstaan waarschijnlijk in een van die sterren of zo. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Wat hebben we nog meer voor mooie. Oh, deze doet het gewoon niet. Nou, dan moet ik maar hier even op klikken. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Er zijn nog veel meer elementjes. Maar als jullie nou eens even kijken, want er zijn. Kijk, dit is zuurstof. Hier hebben we nodig zuurstof, gas. Dat zijn 2 deeltjes bij elkaar. En daar moeten we van leven. En als je er 3 deeltjes bij doet, dan heb je iets heel bijzonders. Dan heb je ozon. En die zijn allemaal maar ontstaan, al die deeltjes. IJzer bijvoorbeeld is ook een element. Dat moet ontstaan zijn in een van die sterren. Denken jullie dat ze dat kunnen bewijzen? Denk je dat ze met een reageerbuisje en een dokter en professor naar een ster kunnen reizen om eens even in die ster te gaan kijken hoe dat nou plaatsvindt? Nee. Maar ze hebben er al een moeilijke theorie voor en dus ze denken dat dat wel zo gegaan moet zijn. Nou, dat is natuurlijk een beetje bijzonder. Nou, als je nu eventjes hier kijkt, dan heb ik 3 lijstjes van elementen. Die allemaal vandaag de dag bekend zijn. Die er zomaar uit ontstaan zijn. Wat is dat? Staat erbij, denk ik. Waar zie je dat? Stond bij de volgende pagina. H2O was dat. Ja. Water, H2O. Kijk. Allemaal stofjes. Nou, dan gaan we naar de volgende.
Want heel veel mensen zeggen, dit is toch wel wijsheid hoor. Dit is nou eens even knap dat we dit bedacht hebben. Maar wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over? Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, dat is eigenlijk dwaasheid voor God. En dat is helemaal niet leuk dat ik dat zeg. Maar mensen vinden zichzelf heel wijs, terwijl de Heer God zegt, wat dwaas. Het is toch heel logisch wat je ziet om je heen en dan ga je allerlei rare theorieën verzinnen. Maar de Heere God zegt ook dat hij ze vangt in hun eigen sluwheid. Want ze zijn zulke mooie theorieën aan het bedenken dat ze uiteindelijk zelf in de knoei komen met de andere theorieën. De ene theorie zegt dit en die theorie zegt dat en uiteindelijk gaat het allemaal met elkaar in conflict. Nou, deze is ook heel interessant. De aarde, jullie zien de aarde erbij staan, Venus zien jullie erbij staan, Mars. Allerlei planeten, we zien allemaal planeten om ons heen. En die zijn toch ook ergens begonnen. Nou, wij weten uit de Bijbel dat de Heer in het begin schiep de hemel en de aarde. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want dat is de Bijbel, dat is geloof. Dus dat moet wel voortgekomen zijn uit allemaal losvliegende brokken die bij elkaar zijn gekomen en daar uiteindelijk is dan de aarde uit ontstaan. Je zou zeggen, even logica, je zou zeggen dat als zo'n knal er was, dan alle stoffen die in de ruimte rondzweven eigenlijk allemaal op elkaar lijken, toch? Ja, hè, als ik een steen heel hard kapot gooi en er vliegen overal stenen vanaf, dan zijn het misschien wel allemaal een klein stukje steen, maar het is allemaal een beetje ongeveer dezelfde samenstelling, toch? Het gekke is wel dat al die planeten een heel verschillende samenstelling hebben. Ze bestaan, de ene planeet die is veel meer rotsachtig en de andere planeet heeft dit weer en ze zijn allemaal verschillend van elkaar. En het is heel gek als je ervan uitgaat dat het allemaal uit dezelfde soort rondvliegende puin moet komen. Dus dat is ook alweer zoiets moeilijks. Nou, nu komen we bij de meest interessante, vind ik. Oorsprong van het leven uit dode materie. Het is ongeveer zo gegaan, er was op de aarde, er was niets. En toen kwam er water. En in het water waren vulkanen bezig en bliksem was erop aan het losslaan. En toen ontstonden op een gegeven moment kleine organische deeltjes, zoals aminozuren bijvoorbeeld. En na heel lang werden dat eiwitten en uiteindelijk kregen we het leven zoals we dat nu kennen. Nou, dat is al heel lang geleden. Zaten de mensen erover na te denken. Toen noemden ze het spontane generatie. Een van de leuke dingen was bijvoorbeeld, hadden ze bedacht, hoe krijg je nu spontaan muizen uit het niets? Nou, zeiden ze in de 17e eeuw, neem een paar bezweten lappen. Hè, dus je pakt je handdoek, die doe je even lekker zo. Zo. Ik heb me vorige week denk ik nog gewassen. Die wikkel je om wat tarwe heen. Dus die bezweten lappen die doe je om de tarwe heen zo. En dan stop je ze in een pot. In de pot laat je wel open. En dan heb je na 21 dagen, muizen, spontaan uit de tarwe. Dat dachten ze in de 17e eeuw echt, hè? Of, deze is ook leuk. Om ratten te creëren hoef je slechts vuilnis op de straat te gooien. En na een paar dagen zullen ratten de plaats van het vuilnis innemen. Dus dat noemen we de spontane generatie. Nou, weet je nog even van mij af? Wat zeg je? Ze komen op dat ze dan. Ja, maar dat wisten ze toen nog niet. Nou, er waren een paar mensen die hebben eigenlijk gezegd van ja, maar dat kan helemaal niet. Deze meneer bijvoorbeeld, die had vlees in een potje gedaan. En één potje liet hij open. En binnen een paar dagen zaten daar de maden van de vliegen erin. Het andere potje, daar had hij een deksel op gedaan. En na een paar dagen een dichte deksel en daar gebeurde helemaal niets. Want er kwam geen geur vrij, wat dan ook. Het andere potje had hij alleen gaas op gedaan. En wat deden de vliegen? Die wilden toch een eitje leggen, maar dat legden ze dus op het gaas. En toen kropen de maden dus op het gaas. En daarmee liet hij zien dat er niet spontaan maden ontstonden uit vlees, maar dat het dus voortkwam uit ander leven. Leven komt voort uit leven. Meneer Louis Pasteur, die heeft zelf daar een grote prijs mee gewonnen, door te bewijzen dat leven
alleen maar voort kan komen uit leven. En dat deed hij door een flesje te vullen met bouillon. En dat flesje dat sloot hij met een kromme hals af. Er kon wel lucht inkomen. De lucht moest omhoog. En omdat het omhoog moest, vielen eigenlijk alle bacteriën naar beneden hier in dit dalletje. Dus de bacteriën kwamen er niet bij. En die bouillon bleef helder. Er kwamen geen bacteriën in. Hij liet zien. En de bacteriën die lagen allemaal hier. En dat zag iedereen. En daarmee liet hij zien dat leven alleen maar voort kan komen uit leven. Nou, dan denk je, spontaan leven ontstaan is nu toch wel over. Dat geloven de mensen niet. Nee, zeggen de mensen dan, dan gaan we het even ingewikkelder aanpakken. Want inderdaad, niemand gelooft meer dat ratten of muizen spontaan zo poep tevoorschijn komen. Nee, zeggen ze, zo is het ook niet gegaan. Want het is veel ingewikkelder dan dat. En je begrijpt, als je iets ingewikkeld maakt, dan is het waar. Toch? 1 plus 1 is heel makkelijk, maar als je er nou allemaal komma's achter zet, dan wordt het een heel ingewikkelde som. En dan is het zomaar in één keer dat jij, dan ben je toch wel heel knap als je dat allemaal kunt uitrekenen en zo. En als je dan nog een fout antwoord geeft, dan kunnen er maar weinig mensen het controleren, dus het zal dan wel. Nou, ze hebben nu abiogenese uitgevonden. Het is een heel moeilijk woord en daarmee zeggen ze eigenlijk in het begin waren er dus die elementjes waar ik het over had gehad en die begonnen samen te klonteren. Daaruit kwamen wat wij nodig hebben in ons lichaam, RNA noemen ze dat, en nucleobasen. En die, dat is heel ingewikkeld, die zitten in jouw celletjes en die zorgen er nu voor dat alle informatie, dat als jij toen jij als baby groeide, maar nu ook nog, dat al die informatie daarin zit. Nou, zij zeggen eigenlijk dat is in een zee of in een oceaan of in water gebeurd. Deze stofjes, hier, die je hier ziet, die dreven rond in het water. En die kwamen eigenlijk een soort belletje tegen die langzaam gevormd was door een soort vettige stofjes. Die vettige stofjes die klikten aan elkaar vast en die werden een soort belletjes. En er kwam niets in, behalve die RNA'tjes, die kwamen erin. En toen het erin zat, begonnen die spontaan, terwijl het nog niet leefde, zichzelf te kopiëren. En toen zeiden ze, kijk, nu hebben we de allereerste cel. Levende cel. Dus eerst was het nog dood en toen werd het in één keer levend. Eigenlijk is dit nog steeds spontane generatie, alleen even wat ingewikkelder gemaakt. Want ook een cel die leeft en die voorkomt uit niet levende stof, dat is eigenlijk spontane generatie. Dat mag je niet meer zeggen. Kijk, en dat maken de wetenschappers, die maken er ook nog een heel ingewikkeld filmpje van, om te laten zien dat het toch wel echt moet kloppen. Kijk maar eens. This animation shows the process of protocell growth and division. RNA nucleotides shown as blue dots traverse the protocell membrane and are used by an RNA replicase to make a copy of another RNA replicase. Meanwhile, the protocell membrane is constantly growing through the addition of micelles. Increasing the surface area faster than the volume causes the protocell shape to become elongated and unstable. The protocell eventually splits into daughter protocells, with the contents of the original protocell randomly divided between the daughters. Nou, dat was wel even ingewikkeld, denk ik, maar dit was nog steeds geen leven, zei hij. Dit was nog steeds iets wat gewoon spontaan gebeurt, gewoon een chemische reactie. En langzamerhand werd dat leven, en uiteindelijk, toen het leven werd, werden het bacteriën. Hebben we dat wel eens waargenomen? Ja, zeggen ze, er zijn jaren geleden zijn er experimenten gedaan. In 1953 door meneer Urey en Miller. En die hebben een experiment gedaan. Die hebben een heel grote glazen bol gepakt. Die zien jullie hier. En ze hebben dat volgestopt met allerlei gassen. Waarvan ze dachten dat die op de aarde waren. En in die gassen daar hebben ze continu vonkjes laten schieten. En kijken wat er gebeurde. En warempel, na een tijdje zat hier al. Er zat allerlei spul, koolstof en teer. En in dat teer zaten inderdaad kleine aminozuurtjes, kleine organische stofjes. Zeggen ze, zie je dat kon gebeuren. Wat deze beste man niet had gedaan, was in het hele systeem zuurstof toevoegen. Want, zei hij, toen de aarde net
begonnen was, was er nog geen zuurstof. Maar er zit een klein geheimtje bij. Zuurstof doet namelijk iets heel naars. Dat zou je niet zeggen, want wij ademen het heel blij in de hele dag. Maar zuurstof zorgt dat als er elementjes zoals aminozuren gevormd willen, als die willen vormen, met zuurstof valt het gelijk weer uit elkaar. Hebben jullie wel eens roest gezien op een fiets? Ja, op mijn fiets. Een fiets roest niet als er geen zuurstof is. En datzelfde doet zuurstof dus ook met kleine stofjes zoals aminozuren. Dus hij heeft dat toen bewust niet in dat systeem gedaan, zuurstof, want dan zou het hele experiment mislukken, want dan zou er niets ontstaan wat bruikbaar is. Daarbij hebben jullie net dat filmpje gezien waar je die bel zag en dan in dat bel zat een heel klein friemeltje. Ja? Nou, dat soort dingen zullen dus gevormd worden om überhaupt op een mensencel te beginnen lijken laten. Nou, die kwamen ook niet in het hele systeem voor. Dus iedereen had eigenlijk wel zoiets van, nou oké, dat experiment heeft ook wel duidelijk aangetoond dat het niet werkt. En dan denk je bij jezelf, nou zijn we nu eindelijk klaar met dat idee. Maar nee, wij zijn een paar jaar geleden naar Nemo geweest, kennen jullie dat? Ja. Ja, dan kun je allemaal leuke experimenten doen. En daar hebben ze dezezelfde proef nu draaien. En die laten ze nu 5 jaar lang draaien. Om te kijken of er misschien na 5 jaar dan wel iets in zit wat bruikbaar is voor het leven. Ik ga het nu alvast vertellen. Dat met of zonder zuurstof? Zonder zuurstof. En het is een beetje flauw. Want recente wetenschappers hebben wel uitgevonden dat op heel in het begin op de aarde ook al heel veel zuurstof aanwezig was. Dat kunnen ze zien door de stenen en door onderzoek te doen. En ze zeggen, ja, er was wel degelijk zuurstof aanwezig. Dus ja, het gaat er gewoon niet worden. Maar mensen blijven toch vasthouden aan het idee. Waarom zullen ze vast blijven houden aan dit idee, denken jullie? Omdat ze anders niks anders geloven dan wezen. Omdat ze anders moeten aanvaarden dat er iets anders is dan dat er wel een schepper moet zijn. En dat is natuurlijk een beetje vervelend als je dat moet aanvaarden. Nu heb ik jullie net gezegd, ik ga hem even opzoeken, maar dat er ook nog een theorie is die wel zegt dat wat wel kan. Hè? Ik heb het net over macro-evolutie gehad. Kunnen jullie dat nog herinneren? De apen, aapachtige, waar mensen uit kwamen. Kon dat? Ik had het over een aap. Nee, ik was een aap. Jij was een aap, oké. Okay. Nou, we gedragen ons allemaal wel als een aap. Ik ga er even naartoe. Oké, want jongens. Wat moet er gebeuren? Stel nou eens, hé meiden, stel nou eens. Je hebt een celletje. Dus een klein belletje en daar zit in RNA, DNA misschien wel. Wat moet er nou gebeuren met iets waar geen informatie in zit, geen programma in zit? Wat moet er nu gebeuren om toch iets heel ingewikkelds te krijgen? En moet het maken? Er moet informatie in komen, hè? Ja. Want die informatie is er nog niet. Toch? Snappen we dat? Als je een leeg schrift hebt en je doet hem open, dan valt er weinig te lezen. Wanneer kun je wat lezen uit de schrift als er in geschreven is? Als er een baby in de buik van de moeder groeit, dan kan die alleen groeien als er informatie is, als er staat, als er een bouwplan is, hoe die moet groeien. Is logisch, hè? Ja, hè? Ja. Nou zeggen ze dat de mens heel vroeger, heel veel jaren geleden dus, eigenlijk dus voortkwam uit zo'n celletje zonder informatie. En we zien nu dat de informatie die in jouw lijf zit, daar kun je ongeveer 1000 boeken mee volschrijven. Nogal meer. En als je DNA, heb je er wel eens een woord van DNA? Ja. Dat is eigenlijk de informatiedrager van jouw lijf. Als je daar 2 mm van pakt, 2 mm. Kijk eens naar je vingers of dat 2 mm is, zoiets. Een stapeltje van 2 mm. Daar zit zoveel informatie in dat je 500 stapels boeken kunt maken die allemaal zo hoog zijn als tot aan de maan. Ja. Als je al die informatie van 2 mm DNA
als je die in boeken zou schrijven en je zet het op één grote stapel, dan heb je zo'n lange stapel als naar de zon. Dus dat wil je wel vertellen. Als je al die informatie op cd'tjes zou branden, dan heb je 1600 cd'tjes nodig. Dat 1600 cd'tjes. Dat is natuurlijk gigantisch veel informatie die je in jouw lijf rondviert. Om alleen maar om te bepalen hoe jij groeit, hoe je leeft, wat jouw lichaam moet doen als je je beseerd hebt, wat je lichaam moet doen als je volwassen wordt. Die informatie moet ergens vandaan komen. Waar komt die informatie vandaan? Uit je hersenen. Uit je cellen, ja, maar nog verder terug, waar komt die informatie vandaan? Wie heeft die informatie daar gestopt? Nee, want daar geloofden we dan even niet in. Nee, we geloofden niet in God en de Heer Jezus. Dat moet per ongeluk gebeurd zijn, toch? Dus dat is nu hetzelfde dat als... Weet jullie, kennen jullie een Boeing 747, weet jullie wat het is? Ja. Zo'n onwijs groot vliegtuig, hè? Nou, die zijn ingewikkeld, hoor. Oké. Onthoud dat. Een Boeing 747. Nu gaan we naar een schroothoop toe. Waar ze auto's kapot maken en zo. En dan ligt alles op een grote bult. En dan maken we met z'n allen de grootste bom die we ooit gemaakt hebben. En die gooien we daar middenin. En die laten we exploderen. En vervolgens laten we dat heel veel jaren liggen. En dan gaan we kijken of uit al die onderdelen die daar waren, uiteindelijk zachtjes aan een Boeing 747 groeit. Ah, dat is flauw van mij zeg. Want dat is helemaal niet goed gegaan is, zeggen ze. Nee, dat is waar. Ik noem dit voorbeeld eventjes om aan te geven hoe onmogelijk het is dat door foutjes en door ongelukjes er zoveel informatie in jouw lijf is gekomen. Nou, ga ik nog even verder kijken waar we nu heen gaan. Oké. Kijk jongens, dit is een beetje hoe ze denken dat het gegaan is. Hieronder zie je zo'n eerste... Ja, wat is het? Ja, dat is waar. Een eerste celletje en daaruit komen dan een soort zeediertjes voor, kikkers, walvissen, dinosauriërs, vogels, paard, aap. Ach, daar hebben we de mens. Nee. Zo is het ongeveer hoe het erop gegaan is. En dit is wat ze eigenlijk zeggen, dit is echt de evolutietheorie. Die beweert dus dat, bijvoorbeeld heb je hier een landdier en die gaat heel vaak de sloot in om vissen te vangen en uiteindelijk verliest die zijn poten een beetje en wordt het een walvisachtige. Dat is wel heel ingewikkeld, want eerst komen dus de dieren uit de zee, die kruipen het land op. En dan bevalt het dus blijkbaar niet zo op het land, gaat het toch maar weer het water in. Dat is een beetje raar, hè? Maar dat is werkelijk hoe men denkt dat het gegaan is. Kijk jongens, ik heb er een filmpje bij. Let maar eens op. Thank you.
Dit ook werkelijk geloven. Hoor dat zegt geloven. En daar zoeken ze ook de informatie bij. En dat is natuurlijk niet zo heel lastig, want er is zat informatie te vinden waarvan je zou kunnen zeggen dat het zo gegaan is. In heel veel boekjes zie je bijvoorbeeld staan dat alles heel veel op elkaar lijkt. En dan zeggen ze, ja, maar een aap heeft net als ons 5 vingers. Een hond heeft ook tenen, dus het lijkt uiteindelijk allemaal op elkaar. Dus het moet ook wel allemaal uit hetzelfde voortgekomen zijn. Maar spijtig genoeg klopt dat niet. Als je nou zegt alles lijkt op elkaar, hè, bijvoorbeeld apen hebben, of we hebben allemaal poten, we hebben allemaal een soort potjes, ja. Dan zou je dus ook moeten zeggen dat dat groeit uit dezelfde soort informatie in je DNA, toch? Dus als je nou zegt van, mijn arm is gegroeid en dat is aangestuurd door een bepaalde informatie, dan zou je moeten zeggen, als ik uit een aapachtige voortkom of iets anders voortkom, dan zou zijn arm of been ook uit diezelfde soort informatie, uit hetzelfde gebied moeten groeien. Nou, dat is niet waar. Dus het is ook iets wat niet bewezen kan worden. Nu zijn we aanbeland bij hetgeen wat we wel kunnen bewijzen. Daar heb je een paar honden. En wat is dat tweede dan? Dat zijn vinken. Oh, dat klopt. En meneer Darwin, Charles Darwin, die was naar het eiland toe geweest. En die op een boot. En die zag er allerlei verschillende vinken staan. Vliegen. En mogelijk ook staan, trouwens. En die vinkjes hadden allemaal verschillende soorten snaveltjes. En op ieder eiland hadden ze weer een ander soort snaveltje. En dat had hij heel goed opgemerkt. Maar hij zei van, zie je wel, ze variëren ontzettend veel, die vinkjes. En dat was weer een goede opmerking. En een goede analyse van wat hij gezien had. En als hij dat dan had beschreven, in zijn boek, wat hij doet, dan was er niet zo heel veel aan de hand. Want net wat ik jullie al zei, blauwe ogen, groene ogen, zwart haar, bruine huid, witte huid, weet ik veel wat voor de kleur. Het is variatie. En als we dat dan beschrijven hoe dat kan, dan is er niets aan de hand, want dat kunnen we testen. En Charles Darwin deed dat eigenlijk best wel heel goed. Die bedacht daar ook een mechanisme voor, hoe dat kwam. Hè? Want bijvoorbeeld de vogeltjes met een harde snavel, die zaten vooral op een eiland waar veel harde vruchten waren. Dus ze hadden die harde snavel nodig, dus de vogeltjes met de zachtere snaveltjes die konden daar zich lang niet zo goed voeden als de vogels met een harde snavel. Dus je kunt je voorstellen dat de vogels met een harde snavel die waren sterker, die vonden eerder een vrouwtje en dan krijg je jonkies met een hardere snavel. Dat is variatie. En zo omschreef Charles Darwin dat ook prima. Totdat hij zei, als je dit nou verder terugdenkt, dan kun je je dus ook voorstellen dat er ooit heel ver terug een voorouder was waar alles uiteindelijk uit voortgekomen is. Dat is ongeveer hetzelfde zeggen als die vinkjes, die hebben verschillende soorten snavels. Als we nou over een paar miljoen jaar gaan kijken, dan zal er vast wel een vinkje tussen zitten met een staart. Of een vinkje die meer op een muis lijkt bijvoorbeeld, noem maar wat.
Maar dat is nog nooit gezien, dat hebben we nog nooit gezien. Nee. Hebben jullie dat wel eens gezien? Nee. Ik heb wel eens een vogeltje gezien met drie vleugeltjes. Ja, maar dat is gewoon zielig als je dat hebt. Ja. Dat was ook zo, dat was een meisje dat had een leven gekregen en die zaten in elkaar. Ja. Is dat goed of is dat een foutje? Een foutje. We zien wel heel veel foutjes. Maar zeggen ze dan, veel van die foutjes zijn misschien negatief. Maar stel je nou eens voor dat er eens een keer een positief foutje tussen zit. Dan zeg ik op mijn beurt, nou laat dat positieve foutje dan maar eens een keer zien. Want ik zie alleen maar negatieve foutjes. Nou, die laten ze pas zien. Ze zien bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Hebben jullie wel eens gehoord van die bacterie in het ziekenhuis die maar niet dood wil? Ja. In sommige ziekenhuizen heb je bacteriën. En hoe je ook schoonmaakt, met wat voor desinfecteermiddels, ze gaan er niet meer dood aan. Dan heb je last. Of antibiotica, als je heel ziek bent, dan kun je antibiotica slikken. Er zijn bacteriën, die gaan daar niet meer dood van. Zie je wel, zeggen ze, dat zijn positieve veranderingen in de bacterie. Dat is toch juist niet positief? Ja. Nou, voor die bacterie wel. Dat is het verschil tussen leven en niet leven. Maar wat ze er dan niet bij vertellen, is dat, waarom gaat die bacterie nou dood? Die gaat dood omdat op het moment dat die antibiotica binnenkrijgt, die antibiotica die zoekt een bepaald plekje in die bacterie op, een bepaald, zeg maar een bepaald orgaantje in die bacterie, en daar gaat die antibiotica op zitten en die maakt het orgaantje dood en dan gaat de bacterie dood. Nou zijn er bacteriën bij die dus een foutje hebben opgelopen, waardoor dat orgaantje er in één keer een klein beetje anders uitziet. Minder goed werkt voor die bacterie, maar tegelijkertijd wordt het orgaantje ook niet meer herkend door de antibiotica, dus zal de antibiotica er ook niet op gaan zitten, gaat de bacterie er ook niet dood. De bacterie is wel zwakker geworden ten opzichte van een gezonde bacterie. Maar omdat die gezonde bacterie doodgaat van de antibiotica, heeft die daar geen last van. Op het moment dat alle bacteriën weer bij elkaar komen zonder antibiotica, zal die gezonde bacterie, waar het foutje niet in is opgetreden, die zou sterker zijn dan die ene waar het foutje in zit. En die zal langzamerhand weer zich sneller gaan uitbreiden. Dus informatietoename, nou misschien hebben ze soms wel eens voordelen. Je kunt je voorstellen dat een grotvisje, die altijd in het pikkendonker aan het zwemmen is, die heeft geen ogen nodig. Dus als ze een keer zijn ogen bij de geboorte uit zijn eitje blind zijn, dan is er niet zo heel veel voor hem aan de hand. Want hij had ze toch al niet nodig. Maar dat is geen evolutie. Dat is, een moeilijk woord, degeneratie. Dan wordt het minder goed. Want je kunt je voorstellen dat een oogje eigenlijk best handig is als er licht is. Ik vind het best handig soms als ik uit mijn bed stap om ogen te hebben. Microevolutie is altijd binnen een bepaald soort. En ik heb daar een paar leuke voorbeelden van. Even kijken. Kijk. Je ziet een ezel, een paard en een zebra en een koe. Het is misschien een beetje een moeilijke vraag. En het spijt me dat ik het soms erg moeilijk maak voor jullie, maar wie hoort hier niet bij? De koe. Oh, en die zebra dan? De zebra is ook een moeilijke vraag. De ezel. Je kunt duidelijk zien dat dit toch voortkomt uit één voorouder waarschijnlijk. En dat is ook wel te zien, want in deze kan dit paren met die. En die kan dit paren met die. En zo zie je, en die kunnen ook jonkies krijgen, dat noem je hybrides. Hybride. Kijk, hier zie je ze. Je hebt bijvoorbeeld, linksboven is een paardenhengst die met een zebra merrie is getrouwd. En ja, ik weet niet hoe je het dan moet noemen. Paardbraak gezien. Hier heb je een paardenhengst, dus een mannetje van een paard, die heeft met een ezelvrouwtje getrouwd en dan krijg je een muilezel. Daaronder zie je een zebra mannetje, een zebrahengst, die is met een paardenmerrie getrouwd. En dan krijg je een zeeaard, denk ik. En daar hebben we een ezelhengst, die is met een zebramerrie getrouwd. Je ziet dat ze allemaal onderling kunnen paren en jonkjes kunnen krijgen. Dus ze horen uiteindelijk bij elkaar. Is dit? Hoe noem ik dit altijd met een moeilijk woord? Kijken of ik nog zo'n leuke heb. Oh, ja. Oh ja, hier. Oh,
Ja, dit wordt in de natuur aangetroffen. Want ze zeggen, dit gebeurt nooit in de natuur, zeggen de mensen. Ik meen dat het in Canada was, hoog in Canada, zijn beren aangetroffen waarvan men weet dat het een... Dat het jonge kinderen zijn geweest van een grizzlybeer en een ijsbeer. Die ijsbeer die had waarschijnlijk een beetje genoeg van al die koele moeders daar op die ijsvlaktes. Dus die is naar de bossen toe gewandeld en die zag daar een heel mooie grizzlybeer. Mooi bruine grizzlybeer. En die dacht, met jou wil ik trouwen, jammer. En toen kregen ze in één keer een jonkie. En die liep daar rond en dit zijn twee echte... jongen van grizzlyberen en ijsberen samen. Dus dat gebeurt in het wild gebeurt het ook nog wel eens. Hier heb je een tijger, een mix van een tijger en een leeuw. Die kunnen ook met elkaar. En daaronder zie je een luipaard met een leeuwin. Dat is jong van, en hier ook, ja dat is een verrassing, de kameel in het lama. In een lama. Die kunnen dus ook met elkaar trouwen. Dat we, is dus variatie binnen een soort. Want nu zeggen ze, ja, maar nu heb je dus een nieuw soort. Ja, maar het is nog allemaal een kameelachtige. Hier zeggen ze, je hebt een nieuw soort. Is het in één keer een hondachtige geworden? Nee, het is nog steeds een katachtige. Daar zeggen ze, ja, het is een nieuw soort. Ja, maar het is nog steeds een beerachtige. Want ik denk niet dat die grizzlybeer ooit trek heeft om met een tijger te trouwen, denken jullie? Of een vis. Ja, en als ze het al zouden doen, zouden daar dan jongen uit kunnen komen? Nee. Nee, dat gaat niet, want dat gaat over de grens van het soort heen. Waarom denken jullie nou dat de mensen zo graag iets anders willen geloven dan de Bijbel? Wil jij het zeggen? Ja, zeg maar. Dat ze dan naar de God te luisteren, naar zichzelf. Dat is heel vaak wel de reden. Hè? Veel mensen hebben eigenlijk nog niet echt veel van de Heer gehoord. Maar sommige mensen kiezen er heel bewust voor om iets anders te geloven. Omdat als je gaat geloven dat God bestaat, dan moet je ook geloven dat Hij degene is die de regels heeft gemaakt. En dan zou je naar zijn regels moeten luisteren. Dat is nooit zo leuk. Regels vinden wij niet leuk. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer, dus de, wat wij in de Bijbel lezen, niet meer verdragen. Ze kunnen er niet tegen. Maar deze mensen zullen leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Dus er wordt de mensen verteld wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinselen. Oh, dat is wel even een hard oordeel. Maar ik merk het heel vaak in discussies dat mensen eigenlijk niet bereid zijn om te luisteren naar wat je zegt. Want mensen hebben gewoon zoiets van, nee, ik wil het niet geloven. Klaar. Het is een keuze, heel vaak een keuze.